Het opvoeden van kinderen is niet altijd even makkelijk. De vandaag verschenen tipkrant helpt daar een handje bij. Wethouder Leni Scholten en hoofdjeugdwelzijn Heinz Faber zijn op bezoek geweest bij Salto School Cornelis Jetses om daar aan de ouders de eerste editie van deze krant uit te delen. We zijn heel erg trots op dat deze krant nu eindelijk is verschenen in Eindhoven. Samenwerking van een drietal organisaties die samen in Eindhoven Triple P uitvoeren. En met deze krant willen wij het extra onder de aandacht brengen bij ouders. Het thema positief opvoeden. Nou, we zeggen tegen ouders van opvoeden is hartstikke leuk, maar opvoeden is vaak ook niet gemakkelijk. En waar de krant voor bedoeld is, is om tips aan ouders te geven van hoe het opvoeden makkelijker gemaakt kan worden. Maar ook om ervaringen van ouders te delen. Dus hier vertellen ouders ook hoe ze zelf oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld kinderen die moeilijk naar bed gaan of die moeilijk eten. In deze eerste editie staat het thema zorg goed voor jezelf centraal. Wanneer ouders tijd vrijmaken voor zichzelf, zullen ze beter om kunnen gaan met lastige situaties met hun kroost. Ik vind het interessant en het is leuk voor ouders. En ja, hier kunnen ze wel veel dingen meedoen. Nou, ik vind dat wel een vooruitgang voor de ouders als ze iets niet weten. Dan kunnen ze hier eruit halen, maar ja, iedereen voor zichzelf. Of ze willen het gebruiken of niet willen gebruiken, maar ja, het is wel iets unieks. En ik hoop dat ze iets van kunnen leren. Hoe laagdrempeliger die hulp is, hoe beter het natuurlijk is. Want ja, daar worden de ouders, maar zeker ook de kinderen, gewoon beter van. En zo'n krant krijgt iedereen, die krijg je in de bus. Dus je hoeft ook niet meteen naar allerlei mensen om te laten zien van jongens, ik weet niet goed hoe ik het thuis met de kinderen aan moet. Ik ben best wel streng vroeger opgegroeid, maar nu is het anders allemaal. En wat ze willen, dat krijgen ze van ons. Maar ja, het moet ook op een limit zijn. Dus, en op school zien ze ook, want de een krijgt iets meer als een andere. Ouders die er vandaag niet bij waren op het schoolplein kunnen de tipkrant op verschillende basisscholen en kinderopvangcentra vinden.